Een ander onderwerp wat ook interessant was deze week, dat is dat Google heeft besloten om een eigen rendering engine te gaan bouwen. De rendering engine voor browsers? Voor een browser. Dus die gaat niet meer, die gaat afstappen van WebKit. Ja. Die maakt eigenlijk een kopie van WebKit zoals het nu is en gaat daar zelfstandig aan verder. Wat ze forken het? Ja. Hey, maar dat betekent dat het nog wel open source blijft, toch? Het blijft open source. Oké. Okay. Maar nu kan je dus kiezen uit de Chrome variant of de Safari variant. En dat is eigenlijk interessant. Dus wat je nu krijgt is de keuze tussen Google of Apple als je een browser wilt maken. Ja, nou ja, raad eens wie de wint. Lijkt mij Google, toch? Die heeft de meeste access voor mensen. Nou, en maar Google. Waarom, wat is de gedachte erachter? Waarom doen ze dat? Er zijn een aantal redenen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk de performance reden. Er zijn mensen die vinden WebKit is inmiddels al 10 jaar oud. Ja. Dus het is gebaseerd echt op oude. Zo oud? Ja, dus daar zijn dingen niet snel genoeg. Dat is één reden. Dingen moeten sneller. Mm-hmm. Okay, er zijn mensen die het web echt willen laten concurreren met native applicaties. Ja. En om dat te kunnen doen moet je echt een inhaalslag gaan maken. We zijn daar gewoon nog niet. Ja. En dan moet je dus drastische stappen nemen. Dat is één. Maar dat krijgen ze dus niet voor elkaar in de WebKit ontwikkeling? Nou ja, dat zouden ze wel kunnen. Want alleen forken, dat is niet zo vreemd in de ontwikkeling. Nee. Dat doen het zou wel kunnen, developers. Alleen hebben ze te maken met politiek. Ze hebben daar te maken met Apple die de boel leidt. Oh. En die geen zin heeft in bepaalde dingen. Nee, met name Google. Die heeft gewoon Apple heeft een andere agenda dan Google. Ja, en voor Google staan browsers echt bovenaan. Het web is voor hun gewoon that's it. Ja. Maar voor Apple niet zo. Dat is interessant. Dus er was laatst Opera was gestopt met zijn eigen rendering engine. Toen was een. Ja, maar die zijn ook over naar WebKit, toch? Die zijn overgestapt naar WebKit, maar die zijn meteen overgestapt naar Blink, de nieuwe rendering engine van Google. Oh, dus die zijn aan boord bij Google? Die zijn aan boord bij Google. Ah, oké. Okay. Dus daar kan je de innovatie gaan verwachten. Ik vind het heel interessant, want wat gaat er nou met Apple gebeuren? Ja. Want Apple zet natuurlijk helemaal in op de apps, want daar verdienen ze bakken met geld mee. Maar of dat nou op de middellange termijn ook is waar de gebruikers van Apple-producten nou echt op zitten te wachten. Mm-hmm. Kijk, als dat web nou zo'n grote vaart gaat nemen, dankzij dit soort initiatieven, ja, dus dan moet Apple wel wat gaan doen. En nu gaat 50% van de ontwikkelaars gaat nu gewoon weg, hè, bij WebKit. Dus dat is. Oh ja, tuurlijk. Ja. En die gaan allemaal full speed aan die nieuwe rendering engine werken. Ja. Dat is echt wel een hele interessante ontwikkeling. Maar dat is inderdaad dus bijna zorgwekkend. Voor Apple is het zorgwekkend. En voor mensen met Apple-producten ook. Ik vind het bijvoorbeeld zorgwekkend. Maar uiteindelijk heeft Apple er ook niet zo heel erg veel meer mee gedaan. Hè? Safari loopt enorm achter. Ja. Nee, maar vorige keer, een paar keer geleden, hadden we het over dat Facebook misschien een eigen browser zou maken. Wat doe je, man? Je bent in beeld. Wat grappig. Lachen. Ja. Nou, die ziet zichzelf straks op Camp Bleek. Maar Facebook die zou eventueel ook een eigen. Of nee, die zou Opera overnemen. Om dus een platform te krijgen om web. Hoe noem je dat? Web apps te maken voor zichzelf. Ja. Omdat zij ook heilig geloven in het web.
maar dat... Facebook heeft nu een... Dat zou Apple ook kunnen doen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben, ze hebben het neergelegd en laten liggen. Apple wilde ook een web, hè? Ja, ja, daar begonnen ze mee. Maar Apple heeft het niet laten liggen. Toen de iPhone uitkwam, zeiden ze... Jullie kunnen prachtige applicaties maken met webtechnologie. Mm-hmm. Daarvoor hadden ze de widgets op de... Op het dashboard. Oh ja, 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 ja. En toen zeiden ze ook, jongens, jullie kunnen alles maken wat je wil. Je hebt met JavaScript heb je toegang tot allemaal API's van onze, van ons operating system. Maar dat hebben ze niemand niet heeft iets gedaan. Developers hebben het laten liggen. Ja. En toen kwam Apple ineens met een eigen proprietary dingetje. Ja, met een development kit specifiek voor de hardware alleen van de iPhone. Voor iPhone. Ja. En toen vonden mensen het ineens wel tof. Terwijl dat... Ja, dat is raar. Raar. Dat is echt raar. Maar goed. Het is een... Maar wat helemaal interessant is... Op diezelfde dag dat Google dit aankondigde... Uh-huh. Kondigde Samsung samen met Mozilla aan... dat ze een eigen... Ook een eigen rendering engine beginnen. Een nieuwe. Samsung voor het... Oké. Dus voor... Was dat dat complete OS wat zij... Nee, dat is Tizen. Ook. Okay. Wat? Dat is een eigen OS. Dat is het Firefox OS of zo. Of Mozilla OS. Of Mozilla heeft ook een eigen OS. Maar ze zijn ook een nieuwe rendering engine aan het bouwen. Wauw, jongens. Maar er zit dus echt een soort van gemeenschappelijke gedachte achter. Ja, ja, er is wat iets aan de hand van de niet afhankelijk zijn van één engine. Ieder wil zijn eigen engine, omdat ze een eigen... Ja. Agenda hebben. Dus een hoop politiek zit erin. Heerlijk. Dus welkom terug in, wat is het, 19, of in 2002? Met Mozilla, Firefox, of hoe noem je dat? Met Internet Explorer en Firefox. En, eigenlijk eerder. Netscape. Het lijkt een beetje, het is veel spannender dan Netscape en Internet Explorer in de jaren 90. Ja. Want daar kwam was al gauw duidelijk dat daar één winnaar uitkwam. Dat was natuurlijk heel vervelend. Dat was ook heel slecht voor het web. Ja. Daar heeft het web ook stilgestaan. En nu krijg je ineens... En nu stonden we ook een tijdje stil. Soort van. Nou, nee. Behalve dan met responsive. Juist niet. Het web is juist enorm in ontwikkeling. Hmm. Het stond stil tot 2008. Toen kwam HTML5 een beetje in mainstream. Toen kwam ook Google Chrome. Kwam volgens mij toen pas uit. Misschien zelfs pas later. Dankzij Google Chrome wisten mensen ineens ook wat een browser was. Chrome die adverteerde gewoon full screen billboards in real life. Ja, precies. Weet je wel? Ja. Dat was voor het eerst. Dat had nog nooit iemand gedaan. Mensen wisten helemaal niet dat ze een browser hadden. Nee. Het internet noemden ze dat. Dat zit je gewoon, ja, precies. Ja. Ja. Zo heet het ook heel vaak. Als je de cd in de... in de gleuf deed. Terwijl het niet het internet is. Het is alleen maar het stukje web van het internet. Wacht. Ik geef de camera eraf halen trouwens. Ja, inderdaad. Wil jij nog even verder? Hou je de mensen bezig? Ja hoor. Ik vind het een mooie ontwikkeling. En zeker die Samsung. Want Samsung die heeft natuurlijk mod met Apple. Maar volgens mij is Samsung ook gewoon mod aan het maken met Google. Die wil geen afhankelijkheid van Google hebben. Dus vandaar dat ze ook hun eigen engine beginnen. Ik vind het interessant allemaal. En Firefox die ook echt weer bezig is. Dat is ook mooi. Zo. Firefox is trouwens 15 geworden. Oh, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd Firefox. Of Mozilla, niet Firefox. Mozilla. En je kan doneren. Dat kan altijd. Ja. En dan krijg je nu een... hoe heet zo'n beest? Een Mozilla dinosaurus. Een Mozilla dinosaurus. Is dat, dat is wel heel erg... Is dat ironisch bedoeld? Dat hij zo oud is? Ja, yeah, dat ze zo traag zijn. Dat ze maar niet uitsterven. Ja, ja precies. Ja. Ja. Wellicht. Oh, interessant. Ik zal eens kijken waar ik deze neer ga leggen. Als deze nou zo... Oh, kijk, hij blijft liggen. Kijk, daar gaat de buurman. Ja. Dag, buurman.